Ja, ik werk al jaren eigenlijk met Carpe Diem. Bij de TU Delft waar ik werk gebruiken we het voor het ontwikkelen van blended onderwijs en online onderwijs. En wat ik het mooie vind aan deze methode is dat docenten echt over het onderwijs gaan praten. Dus we gaan echt nadenken over van wat betekent het vak nou eigenlijk wat ik geef en wat willen we nou die studenten overbrengen. It is really about mindset changing one person at a time, which will gather force. And then now I think we actually can claim that we are creating the future. We are creating new ways of doing things. Binnen het LMC hebben wij een paar grote programma's nu waar we aan gaan beginnen. En dat heeft er alles mee te maken met het meer blended maken van onderwijs. Ik denk dat deze methode ons daarbij zal gaan helpen. Omdat het in ieder geval een manier is om de docenten, die zijn de inhoudsdeskundigen, om de didactische mensen, onderwijskundigen en ook een beetje de technische mensen bij elkaar te krijgen. En samen na een korte tijd een heel mooi programma, product kunnen gaan samenstellen samen. But in terms of the impact on students, this is a very brief summary. I think it's opening students' minds, really. Nearly all of the satisfaction ratings go up because it's much more active learning, it's much more demanding, it's real learning. But your responsibility is to help them to like it and to take them through. If you get them engagement and passion about their subject or their future profession, then you are giving them lifelong learning. No one is going to tell you exactly what works for you. You have to kind of work it out for yourself. But I think with Carpe Diem, we do have a fair bit of proof that it impacts on both staff and student experience. Met Carpe Diem gaan ze het echt over hebben van wat willen we nou bereiken met het vak. En ja, eigenlijk de gesprekken die je dan met de docent hebt, dat is eigenlijk het mooiste wat er is.